Suriname gaat vaccins aan Jamaica schenken omdat ons land genoeg in voorraad heeft. Dit zei gezondheidsminister Amer Ramadine vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Deze kwestie is besproken tijdens de CARICOM-staatshoofdenontmoeting en het besluit is genomen door de autoriteiten. Wij zelf krijgen ook aanbiedingen vanuit bijvoorbeeld Trinidad, die heeft 45.000 AstraZeneca aangeboden. Dat hebben we moeten afwijzen. Het is binnen CARICOM besproken dat binnen de staatshoofdenvergadering dat indien landen elkaar willen helpen, dat we dat nu moeten doen. Zo is er bijvoorbeeld bekend dat wij, en dat is in overleg met de regering gebeurd, dat wij een dosis aantal van ons aan Jamaica gaan schenken. Dat is omdat zij daar ook vastlopen met hun aantal vaccins. Dus het voorbeeld wat ik hier wil aangeven is, wij hebben als een van de weinige landen in de regio 4 type vaccins hier in Suriname en in ruime voorraden. Om de hele samenleving, dus de rest die er nog is, te vaccineren. Andere landen, in Jamaica is er nauwelijks 7% gevaccineerd, landelijk. En dat geeft aan dat daar een grote vraag is naar vaccins. Ramadine zegt dat in het kader van de goede samenwerking op het gebied van volksgezondheid tussen de CARICOM-landen is besloten om de vaccins aan Jamaica te schenken. Hij benadrukt dat er voldoende vaccins zijn voor de Surinaamse gemeenschap. Je gaat het niet verspillen, maar je gaat een bezorgbeleid moeten ontwikkelen dat je reserve houdt voor jouw gemeenschap. Maar ook realistisch moet blijven en kijken naar die calculatie die je maakt op basis van je huidige dagcijfers hoe je je vaccineert. En de interventies die je pleegt om het te verhogen, of de inspanningen die je pleegt om het te verhogen, dat je toch wel daar rekening mee houdt. Maar dat je ook een beleid moet hebben van, we hebben ook gekregen onze eerste dosis uit een donatie van Barbados. Dus we moeten niet onwillend zijn om ook aan andere landen te geven die nu een hogere noodzaak hebben. De minister zegt dat de keuze om zich te laten vaccineren nog steeds een individueel besluit is. Er is voldoende informatie over de vaccins beschikbaar om te weten wat het belang is van inenten. Ramadine zegt dat hij zijn best blijft doen om mensen bewust te maken.